Van een beetje gek doen, van comedy, maar ook zeker van vuur. En don't try this at home. Doe het niet thuis. Veel te gevaarlijk. Je hoort al een ruis. Dat is zijn microfoon. Ja, 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 ja. Daar komt ie. Wauw. Ja, 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 ja. En ik zal hem door de lucht op mijn mond laten gaan, meters lang. En weet je wat? Jullie bepalen hoeveel meter. Is dat leuk? Ja! Ik ga nog heel even naar mijn geluid kijken, want daar gaat iets niet helemaal goed. Daar moet er toch nog even naar kijken. Ja, woe! Ja. Wordt het ineens eng voor mij? Hè?
En waar zijn wij gebleven? Ja. Opwarmen, dus ik begin klein. Ik ga voor jullie vuur eten. Dat betekent vuur in mijn mond stoppen. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Nee? Oké. Goed zo. Lijkt me verstandig. Wat zeg jij? Ik sta hier zo. We moeten allemaal een beetje opwarmen. Als het vuur bij mond raakt. Ja, woe, 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 woe. Ja. Want dan kunnen we allemaal een beetje opwarmen, oké? Goed opletten. Kinderen, ik vond het perfect. Jullie hebben goed aan jullie papa's en mama's voorgedaan hoe het moet. Zijn jullie klaar? Ja! Voor de echte vlammen? Ja!